Kom gezellig in ons midden staan. Jullie mogen kussen. They go way back. Jan, mag ik Jan zeggen of meneer Boerstoel? Meneer Jan Boerstoel, mag ik Jan zeggen? Eet gelijk. Wat je wil. Het gaat er niet eens zozeer om alleen wat er staat. Maak je weer toegankelijk voor het Nederlands publiek. Ja. En dat komt ook uiteraard door degene die het zingt. Dat in de eerste plaats. Maar ook door de tekst. Hè. Dat, het is niet alleen maar een kwestie van wat staat er. Maar ook wat is het gevoel. En dan ook nog past het op de melodie. Want dat... Nummers geschreven voor haar. Nou, Adèle Bloemendaal, Martine de Bijl, Jenny Arian, Joep van het Hek. Nou, en nog vele, vele anderen. En nu dus gewoon voor jou. Ja. Dat is best wel stoer geregeld, dame. Wat doet Bossa Nova voor Nederland? Hoezo is dat interessant voor Nederland? Het is buitengewoon interessante muziek. En daar kom je eigenlijk gaandeweg steeds meer achter. Hè. Aan het begin denk je, veel mensen kennen Girl of Ipanema. Maar sowieso, ik merkte zelf dat gaandeweg dat steeds meer stukken waar ik dan mee bezig was. Dat ik dacht, maar dat ken ik ook en dat ken ik ook. Dus het is eigenlijk veel bekender dan mensen soms wel eens denken. En het, met name veel muzikanten, maar de mensen achter ons zullen dat beamen. Het is hele interessante muziek. Hè? Het zit buitengewoon listig in elkaar. Er zijn veel jazzjongens ook, die dan toch ook erg van bossa nova houden. Dus hoe langer je bezig bent, hoe mooier het wordt. Hoe vind je dat bossa nova en kleinkunst samengaan? Die hokjes moeten in Nederland. Ja. Musical, muziektheater, kleinkunst, gewoon bam. Gewoon theater en daar willen we allemaal heen. Muziek en theater, dat willen we allemaal zien.